Houston, contact with the test. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Je kan net vertellen wat je wil. Er is niemand die die dingen ziet. 3, 2, 1. In één keer verschenen ze. Ze kwamen voorbij met hoge snelheid, zonder geluid. En in één keer waren ze ook weer weg. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of test. Het zat echt boven ons en het was ook in de auto verlicht. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zijn van de tuingroep van de kerk? Van de kerk, van de Kronoskerk. Mag ik dan in de pauze jullie heel even iets vragen? Altijd. Ik ben in Soesterberg omdat ik heb begrepen dat hier heel veel waarnemingen zijn geweest van UFO's. Dat heb ik al zo vaak gehoord. Je bent de eerste die erover vertelt. Ja? En u zegt? Nou, dat verhaal heb ik al heel vaak gehoord. Hier. Hij heeft het heel vaak gehoord. Maar of het zo is, weet ik niet. Hier zijn UFO's gesignaleerd, heb ik begrepen. Dan moet je bij de juiste man zijn. Hoezo? Ik heb daar niet zoveel verstand van. Niet. Nee, maar deze meneer hier, dat is onze UFO-expert in het dorp. Dat is de UFO-expert ja, in het dorp? Ja. Echt hoor. Het is een verhaal wat een aantal mensen afzonderlijk gezien hebben. Dus daar was een groepje mensen die het gezien hebben. En een kilometer verder was er een groepje mensen die het gezien hebben. En nog weer een kilometer verder, dat waren bewakers van het vliegveld. En die hebben steeds iets gezien en iets gehoord. Het is één verhaal, echt een landing van een UFO. Echt waar? Ja. Er zijn zulke bibliotheken vol over UFO-boeken. Maar dat is een officieel verhaal, het Soesterberg. En nu weten ze nog niets, nog steeds niet wat daar gebeurd is. Er is iets bijzonders gebeurd. Aan u vragen als wetenschapper. Er zijn UFO's gesignaleerd in Soesterberg. En de vraag is het nou waar of is het nou niet waar? In principe weet ik het niet. Ik weet wel een aantal andere dingen. In dezelfde tijd als de sighting in 1979 en ook eerder in Soesterberg zijn er overal op de wereld dit soort waarnemingen gedaan. En een aantal daarvan is heel goed gedocumenteerd door mensen die jarenlang onderzoek hebben gedaan, met heel veel wetenschappers gesproken, met militairen gesproken hebben. En die daar komen dan wel met een heel consistent beeld. En dat is ook het beeld wat ik voor ogen heb als ik zo'n vraag als nu gesteld door jou en mij, van is er in 1979 boven Soesterberg een UFO-waarneming gedaan, dat ik kan zeggen, nou dat is heel waarschijnlijk dat dat zo is. Waarvoor ik hier ben, is dat ik heb begrepen dat u ooit UFO's heeft waargenomen. Ja, klopt. Heeft u dat alleen meegemaakt of was uw vrouw er ook bij? Mijn vrouw was er ook bij. We waren onderweg vanaf Heerenveen naar op dat moment Zoetermeer. Er zit zo'n ding boven je, grote zwarte massa van, volgens mij was het een meter of 20, 30 doorsneden. Met 3 verlichte bollen eronder. Hoe groot waren die bollen? Nou, zo groot wel hoor. Ja, je kon ze goed zien. Ja. Waren diffuus licht in de bollen. Ja. En die gaven zoveel licht dat ik kon mijn koplampen wel uitdoen op de weg. In 1979 is bij Soesterberg een verschijnsel gezien. Heeft u daar ooit iets over gehoord? Jawel. U heeft de melding gehoord bij Soesterberg? Nou, ik kreeg alle meldingen kreeg ik door. Er was gemeld? Dat er was. Oh ja? Ja. Waarom kreeg u dat door? Omdat het mijn taak was. Ik wou weten wat er aan de hand was. Wat was uw werk? Dienstbedrijfsveiligheid. Heeft u ook gewerkt op Soesterberg? Ja, alle bases in Nederland. Er zijn nog nooit zoveel UFO-waarnemingen gedaan als nu, over heel de wereld. Dan praat je over alle landen van deze planeet. Het gedeelte daarvan wat ik bestudeerd heb, is gedaan door zeer betrouwbare getuigen. Dan denk je dus aan militairen, astronauten, je denkt aan luchtverkeersleiders, piloten enzovoorts.
Wat een uitzicht. Prachtig, zeg. Ik heb op de radar gewerkt. Ik was radaroperator. En ook in 1979? Ja. Heeft u de UFO gezien? UFO's is onzin. En had ze mij eerst maar eens een UFO laten zien. En dat kunnen ze niet. Er is een melding gemaakt bij Soesterberg. Ja. En dat heeft u nooit tegen iemand mogen vertellen? Nee. Oh, dus het was compleet geheim. Dus u had ook geheimplicht? Jazeker. Als u had verteld... Dan had ik dit nooit kunnen vertellen wat ik nu doe. Nee? Nee. Wat zou er voor straf op staan? Gevangenisstraf. Er is hier een melding geweest van een UFO. 10 verschillende mensen hebben dat hier waargenomen. Nee, dat kan niet. In 1979. Ja, weet ik. Maar dat kan niet. Hoezo kan dat Want niet? Waar zijn die posten dan die dat hebben... Die waren er niet. Er waren hier geen posten. Er is een heel document geschreven over deze waarneming. Ja, wie heeft dat geschreven? Professor De Graaf van het NOBOVO. Die melding was om 5:50 ochtends op de vliegbasis in Soesterberg. Het onbekende vliegende voorwerp bestond uit een systeem van lichten. 3 grote bollen, waarvan de middelste iets hoger was dan de andere. En ze waren omgeven door een duidelijk zichtbare zwarte rand. En ze straalden fel wit licht uit. Ja? Het onderzoek naar deze intrigerende UFO-waarneming op Soesterberg werd afgesloten zonder duidelijke verklaring. Ja. Nou, wat is uw verklaring? Ik heb van die hele waarneming van die bewakingsjongens heb ik nooit wat gehoord. Hoe kan dat? Dat weet ik niet. Wij zijn militair, we praten niet. De verklaring is dat de Amerikanen in de 70e jaren met laser werkten. Die Amerikanen hebben hier gewoon gelopen met die laserapparatuur. Hè? En dat hebben ze gewoon uitlopen proberen. Hoe weet u dat zo zeker? Als het een UFO zou zijn, dan moet het iets zijn. En alles wat er iets is van materiaal, dat zien wij op radar. En een laser ziet Zelfs u niet op radar? Zelfs zo'n klein vogeltje zien we. Meneer, heeft u geheimhoudingsplicht? Ik heb geheimhoudingsplicht, ja, want ik ben NATO gescreend, dus ik heb geheimhoudingsplicht. Dus u zegt mij niet alles, hè? Dat hoeft toch ook niet? Het was wel iets bijzonders. Had u het mij verteld? Nee, tuurlijk niet. Waarom niet? Dat heeft niks... Iets wat Defensie heeft, dat moet geheim blijven. Nou, klaar. Ik ben op zoek, Anton, of het waar is dat er in 1979 UFO's zijn gesignaleerd. In Soesterberg, op de vliegbasis. Ja, dat is waar. Dat is waar? Dat is waar. En niet alleen in 1979, maar zelfs in de periode van wat wij weten van 1964 tot nu. Dat weet ik van omwonenden, dat weet ik van militairen. En dat weet ik ook van een radioprogramma wat rond 95 is uitgezonden. Waarin een vraaggesprek was met de militairen die dit ook hebben meegemaakt. Inmiddels weet ik dat dit soort zaken zich hebben afgespeeld op Volkel, op Woensdrecht, hier op Soesterberg, bij Leeuwarden, op Twente. Dus er is zoveel materiaal. Even weer terug naar Soesterberg. Was het nieuwe technologie of was het buitenaards leven? In mijn optiek is het volledig buitenaards. Ik heb er natuurlijk niet zelf bij gestaan. Maar weet wel dat deze objecten daar zijn geweest. We hebben met militairen gesproken. En deze militairen hebben ons aangegeven dat het object wat er kwam stil bleef hangen. En dat ze hebben gezien dat er een bepaalde beam, een bepaalde straal ging. Met name naar kasten waar printplaten in zaten. Die weer gekoppeld waren aan systemen, aan wapensystemen. Die voor de mensheid nou niet echt bevorderlijk waren. UFO's zijn in staat om individuele wapensystemen afzonderlijk af te schakelen. Af te met schakelen? Met tientallen tegelijk. Wat? Ja. Dus er zit in iedere wapensilo zit een raket. Daar zit een crew bij met een aggregaat, met aparte communicatielijnen, met een aparte computer. En dan wordt er een waarneming gedaan van een UFO boven de basis. Dat wordt gesignaleerd. Dat wordt doorgegeven en één voor één schakelen tientallen van die installaties gewoon af. En daar is uiteraard door de Amerikaanse en ook Russische en andere regeringen onderzoek naar gedaan. Er is nooit uitgekomen wat het precies is geweest. De UFO is weg en een paar uur later komt alles weer vanzelf online. Dat is ook de reden, mogelijkerwijs, waarom destijds die UFO bij Soesterberg is gezien. Waren hier kernwapens? Ik weet het niet, ik heb ze niet gezien. Nee.
Heeft u het gehoord? Die dingen praten niet, dus je kan ze niet horen. Heeft u het van andere mensen gehoord dat ze nee, hier lagen? Want er wordt niet over gepraat. Ik weet niks van die atoombommafia. Atoombom zelfs, zoiets? Nou, ik weet het niet. Waar hebben jullie het over? Het zijn de masters of frequency, de buitenaardse. Dus met liefde maken zij dingen onklaar. Laat ik het maar zo zeggen. Hebben ze dingen onklaar gemaakt? Ze hebben dingen onklaar gemaakt, zodat wij niet over, ja, dat zelfvernietiging voor de mensheid in ieder geval, dat het risico ervan in ieder geval werd vermeden, ja. Is er geen 1 april, hè? Nee, hoor. Godverdomme. Nee, maar ik ben nog even één vraagje. Ik heb er nooit van gehoord. Maar u gelooft er wel in de UFO's? Ik geloof er wel in, ja. De mensheid die komt een beetje tot besef wat er allemaal speelt erboven, hè. We zitten ook op een ruimteschip, hè? We vliegen ook ergens hier door onbekende ruimtes betalen. Dus u zegt eigenlijk, degenen die er niet in geloven, die zijn gewoon nog niet zo ver. Nee, zijn nog niet zo ver. Nee. Science fiction, dat is de toekomst. Onze Bijbel, lees maar in de Bijbel, Ezekiel geloof ik, vers huppeldepup, weet ik even niet, die is ook al meegevlogen. Alleen, ja, je moet het even lezen. Zat er echt in hoor, keihard. Het gerucht gaat dat mannen uit Utrecht kleine geschapen zijn. Als je die geruchten zou willen staven, dan moet je dus wetenschappelijk te werk gaan. Ja. En wetenschappelijk te werk gaan betekent in dit geval meten. Meten is weten. Ja. Compensatiegedrag. Kan niet anders.